Dag lieve mensen van Kind of Freaky, mijn naam is Lotte en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik wilde eens een keertje wat anders doen en Ronald die kwam met deze challenge. Vraag me niet waarom, maar hij heeft het gewoon ergens op YouTube gezien. Hij zei, oh dat moet je gaan doen. Dit is de No Mirror Makeup Challenge en ik kende hem wel en ik dacht van, hey, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik heb nog nooit een challenge gedaan op mijn kanaal, maar deze leek me wel heel erg leuk. Momenteel staat het schermpje nog deze kant op om te zien of ik goed in beeld ben en alles. Maar ik ga dus mijn make-up doen zonder een spiegel te gebruiken. Zonder spiegeltjes van de doosjes die ik heb. Dat is allemaal, dat zitten geen spiegeltjes bij. Dus ik ga het helemaal blind ga ik mijn make-up doen. En we gaan kijken hoe dat eruit gaat zien. Let's go. Ik ga het schermpje omdraaien. En nu ben ik helemaal blind. En nu ga ik mijn make-up doen. Oké, ik ga het gewoon doen zoals ik het altijd doe. Ik heb het hier op mijn schoot liggen. Dat is echt professioneel als fuck. Okido. Als allereerste begin ik met mijn foundation. Dus ik spuit even wat foundation op de achterkant van mijn hand. En ik ga het gewoon met mijn handen aanbrengen. Alsof het een dagcreme is. Zo. Ik ga mijn schermpje even heel zachtjes draaien, want ik ga er niet naar kijken. Alleen anders kan ik niet zien wanneer die stopt, want die van mij die stopt automatisch na 10 minuten. Of iets meer, maar dan kan ik het niet zien. Ik denk dat ik dit wel netjes heb gedaan. Dit was denk ik ook het minst moeilijke. En dan ga ik meteen door naar concealer. Want ik moet echt graaien in mijn make-up tasje. Want ik heb vaak wel wat donkere kringen onder mijn ogen. Oh my god. Ik ben zo bang dat ik mezelf pijn doe. En meestal ook rond de neus. Zo. Dan gebruik ik dit sponsje die echt hoog nodig schoongemaakt moet worden. Gebruik ik om het in te blenden. Kijk, dit heb ik dus echt geen idee of dit wel goed gaat. Het voelt goed. Oké. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet, maar dit is de concealer. Oké. Ga ik even mijn handen een beetje schoonmaken. Dan ga ik nu de eerste moeilijke task doen en dat is mijn wenkbrauw invullen. En oh, er zit een spiegeltje op, maar die hou ik even zo met mijn hand voor. Oh my god, dit gaat zo mis. Mijn wenkbrauwen zijn verschrikkelijk dik van zichzelf. En daarom heb ik ze behoorlijk dunnetjes geëpileerd. En omdat ik ze wat meer wil trainen in de vorm die ik mooi vind. En daarom is het nog lastiger om dit aan te brengen. Want ik heb veel minder wenkbrauw over. Het is zo weer. Het voelt zo raar als je het niet kunt zien. Alsof iemand anders het doet. Het klinkt heel fout, Lotte. Oké. Mijn wenkbrauwen. En dan nu. Dan nu doen we contour en highlight. Het is een matte contour en die ga ik aanbrengen in onder mijn jukbeenderen. En dit is echt een hel, want contour moet je verschrikkelijk goed uitblenden. En ik kan het niet zien, dus ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet of ik te weinig op doe of te veel. En dan doe ik het ook altijd hier nog, onder mijn kaaklijn. Dat is Nikki Tutorials dat zo mooi zegt. Got a double chin? Come to that shit. Dan heb ik niet een hele duidelijke dubbele kin. Alleen, ik noem het dat kippenflapje. Echt veel vrouwen als we wat ouder worden. Dat zeg ik dan wel, want ik ben natuurlijk nog heel erg jong. Maar ik krijg hier zo'n flapje af en toe. Zwaai even. Dan ga ik nu iets heel moeilijks doen, want ik wil mijn neus ook contouren. Dus ik neem een klein beetje. En dat doe ik. Hier. En ik weet niet of dit wat uitmaakt. Ik heb echt geen idee. Dan ga ik nu nog even blush aanbrengen. Dat is ook een hel, want deze blush is behoorlijk gepigmenteerd. Zo. Zo. En dan uitvegen.
met de contour mee. En dan gaan we nu door met de ogen. En dat wordt een hel. Oh god, alles gaat mis. Oké. Tadaa. Ga ik nu even een donkerbruine kleur gebruiken. Nou, ik ga hem niet laten zien. Het is gewoon een simpele donkerbruine kleur. Die ga ik er overheen doen. Dan ga ik even wat meer diepte creëren. Deze kleur zit onder de zwart. De lichtste kleur in dit paletje zit onder de zwart. Dat is echt het domste wat je kan doen. Dan ga ik deze shimmery champagne-achtige kleur gebruiken. Die ga ik weer in de crease gooien. Voor nu lijkt het nog best wel heel simpel wat ik doe. En het klopt ook wel. Zometeen gaan we hardcore. Pak ik mijn kleine kwastje weer. Maak hem een beetje vochtig. En dan pak ik de gouden kleur die erin zit. En nu breng ik op de rest van mijn ooglid aan. En hier gaat het waarschijnlijk gruwelijk mis. Oké, daar moet ik het maar mee doen. Dan gaan we nog een keer met die rode kleur eroverheen. Even wat slordiger. En daarna met een nog iets donkerdere kleur. Weet je wat, we gaan gewoon zwart doen. Zwart is de meest unforgiving kleur die er is. Als je daarmee fout gaat, gaat het ook echt goed fout. I don't know. Ik hoop dat het er goed uitziet. Aan de onderkant van mijn oog ga ik nog even weer die rooie kleur aanbrengen. Dan moet er nu nog liner bij. En dit wordt echt verschrikkelijk. Want ik breng het meestal aan tightliner op de waterline van mijn oog. Oké. Auw. Auw. En dan is het laatste wat ik ga doen. Mijn wimpers. Die ga ik eerst krullen. Levensgevaarlijk dit. Auw. Ik kneep in mijn ooglid. En ik breng altijd eerst een... Of nou ja, altijd. De laatste tijd breng ik vaak een primer aan. Want mijn wimpers zijn heel lang. Maar ik heb er niet veel. En als ik dit gebruik, dan merk ik dat het er veel voller uitziet. Ik ben echt weer vergeten om alle producten op te noemen die ik überhaupt gebruik. En terwijl dit droogt, want het moet even drogen, ga ik even mijn lippen doen. Ik kan geen lipstift aanbrengen, dus ik hoop dat dit goed gaat. Ik draag ook bijna nooit lipstift. Omdat ik altijd eczeem op mijn mond heb. En dan ga ik nu... dit aanbrengen. Ook al de gezichten die ik nu ga trekken. Tadaa! Dus ik ga de boel omdraaien en dan gaan we eens even kijken. Dan ga ik jullie een close-up geven. Oh! Nou. Ik moet zeggen, zo heel slordig heb ik het nog niet eens gedaan. Ik weet niet wat ik in godsnaam met mijn wenkbrauwen gedaan heb. Die is goed gelukt. Wel mee wat ik hier heb gedaan. Het is natuurlijk niet zo super uitgeblend, maar to be fair valt dat wel mee. Ik vind het wel niet eens zo heel slecht, moet ik zeggen hoor. Ik vind eigenlijk dat dat er wel mee door kan. Ik hoop dat jullie de challenge leuk vinden. Als jullie nog meer van dit soort challenges hebben, laat het me dan weten. Bijvoorbeeld de 3-minute make-up look of weet ik veel wat. Ik wil het allemaal wel uitproberen. Ik ga geen gekke dingen eten of dat soort dingen, want dat haal ik echt zo'n scheidhekel aan.
Maar dit soort dingen vind ik wel heel erg leuk om te doen. Dus laat even in de reacties achter hoe je vindt dat ik het gedaan heb. Kan ik zo in vogel? Jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie later.